Stichting Make-A-Wish vervult de allerliefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Dus op het moment dat een kind een levensbedreigende ziekte heeft, kunnen de ouders het kind aanmelden. En dan wordt de allerliefste wens van zo'n kind in vervulling gebracht door de stichting. We hebben een speciale Make-A-Wish actie afgetrapt bij Kozakken Boys. Nou, zoals je weet heeft Kozakken Boys al 3 jaar een samenwerking met stichting Make-A-Wish. En de overeenkomst met Make-A-Wish is verlengd. Ja, waardoor we eigenlijk weer een nieuwe actie hebben afgetrapt om ook de komende 3 jaar weer intensief samen te werken met de stichting Make-A-Wish. Ja, Make-A-Wish zal wederom 3 jaar als shirtsponsor aan Kozakken Boys verbonden zijn. Dus er zullen weer nieuwe tenues komen met heel mooi het logo van Make-A-Wish op de voorzijde van zowel de uitshirt als alle thuisshirts. Nou, qua samenwerking, wat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen we doorzetten. Kozakken Boys heeft in de afgelopen 3 jaar van samenwerking met Make-A-Wish ruim €45.000 al gedoneerd aan de stichting. Met behulp van donateurs en sponsors van de club. Nou, dat gaan we verder uitbouwen. We zijn op dit moment heel erg druk bezig om donateurs en sponsors te werven om dit fantastische initiatief weer verder te ondersteunen. Ik ben wel nog Make-A-Wish. Als sponsors zichzelf aan willen melden om deel te nemen aan deze actie, kunnen ze zich aanmelden bij de Make-A-Wish ambassadeur. Die speciaal voor deze actie voor Kozakken Boys aan het werk zijn. Of bij een van de leden van de sponsorcommissie van Kozakken Boys. Nou, op de speciale Make-A-Wish dag bij Kozakken Boys hebben we eigenlijk een compleet programma gehad voor de donateurs en sponsoren die de afgelopen jaren de actie hebben ondersteund. Onder andere was er Hans Nijland, directeur van FC Groningen, die een bijdrage heeft geleverd omdat zij ook maatschappelijk partner zijn van de stichting Make-A-Wish. Ook Brian Roy is ambassadeur van de stichting Make-A-Wish en die is ook bereid gevonden om ook heel belangeloos een verhaal te komen doen over zijn ervaring en zijn samenwerking met de stichting Make-A-Wish. Daaromheen zijn er ook een aantal filmpjes vertoond van kinderen. Die hun allerliefste wensen in vervulling hebben zien gaan bij de stichting Make-A-Wish. Waaronder het filmpje van Ramon van Meteren. Ramon was de pupil van de week gedurende die wedstrijd. En ook zijn filmpje is vertoond. En hij was eigenlijk de speciale eregast van Kozakken Boys op deze dag. Ramon die heeft als klap op de vuurpijl een fantastisch gesigneerd shirt van Ajax mee kunnen nemen. Dankzij een aantal sponsoren is er een veiling geweest en heeft het shirt €11.500 opgebracht voor de stichting Make-A-Wish. En Ramon is het shirt geschonken door de sponsoren die dat bij elkaar hebben gebracht.